Om te ruiken aan de historie van de lederwarenindustrie in Moergestel lopen we binnen bij Van Bommel, waar in het hart van de fabriek het verleden wordt gekoesterd middels een klein maar bijzonder museum. Zo begon in 2019 de documentaire Op Goede Leest Geschoeid. Een documentaire die geheel steunde op de kennis en passie van Ad Wolfs Adriaanszoon en die ook door hemzelf werd gepresenteerd. We staan hier bij een zogenaamde doornaaimachine. Deze machine is van rond 1880, in het begin van de mechanisatie. En hij komt ook uit Moergestel. De bedoeling van deze machine is dat hij de binnenzool... Afgelopen zaterdag 11 november bezocht burgemeester Hans Jansen, naast de familie en enkele genodigden, Ad thuis aan de Oosterwijkseweg. Ondanks zijn broze gezondheid was hij blij verrast met het doel van dit onverwachte bezoek. Ad. Alle belangrijke mensen zijn er. Kijk eens, hè, wat een mooi kroost. Jonge generatie. Heel erg trots op. Dochters en schoonzonen. En een paar enorme supporters hier. Dat zie je wel. Dat is achter de camera Hans van Brunschot. Ja, die zit bijna in ieder complot in de Moergestel, hè? Oh. Dat weet je wel. En Martin schrijft er altijd over, of heeft er veel over geschreven. En er zit nog een schoenmaker hier, die geschiedenis hadden ook. Schoenmaker. Toch? Ja, zo mag je dat toch zeggen? Daar ben ik ook heel trots op. Een paar mooie schoonzonen, ja. Ja, ik heb een goed gedacht. Ja. Ik tel mijn zegeningen. Ja, dat lukt ook. Ja, heel goed. In heel deze goed. Fase. Heel goed. Ik heb nooit geen moment dat ik denk, nou, jammer. Ja, het is wel jammer, daar niet van, maar toch niet echt wakker mee. Want ik heb heel veel gedaan in mijn leven. En ik heb het altijd met die plezier gedaan. En als ik terugkijk, dan zou ik het weer doen. Hm. Nee, er spijt van. Nee. Je kunt nou biechten, hè? Ja, dat kan maar. Dat knippen we eruit. Nee, maar ik heb er nergens spijt van. Nee, oké. Veel gedaan voor het geheel van Moergestel. Ik heb veel gedaan. Meestal een beetje achter de schermen. Maar ja, ik ben niet zo'n publiciteitsman. Hm. Achteraf wel. Kan ik er wel van genieten. Ja. Snap toen met de monumentenprijs. Ja. Sander Doors kon ik er vast echt van genieten. Ja, dat duurt dan even. Dan moet ik even inwerken. Ja. Ik heb ook gehoord dat je een hoge mate van wijsheid hebt. Ja, ja, goed doen. En ook eigen wijsheid, klopt dat? Als net wat een ander heeft. Ja, oké. Okay. Ja, ik ben niks meer, niks minder. En nogmaals, ik voel me gelukkig. Ja. Ondanks dat ik hier zit. Hey Mike, ik heb al het idee dat jouw vader echt compleet verrast was. Heb jij enig idee dat hij iets vermoedde? Of? Nou, ik geloof echt wel, papa die wist van niks. De burgemeester kwam voorbij lopen. Hey, de burgemeester. Ja. En hij groeide een beetje. Hij had echt niks in de gaten. En doet het wat met hem? Ja, volgens mij gigantisch veel. Hij was erg ontroerd en hij vond het... Dit is wel echt een eer voor alles wat hij al die tijd heeft gedaan. Maar mocht je nou ooit het gevoel hebben gehad dat het niet gewaardeerd werd, hè? Dat heb ik al. Maar dan moet je er vandaag mee stoppen. Want gelet op al jouw betekenis voor Moergestel en gelet ook op het vastleggen van de geschiedenis, hè, want alleen met geschiedenis kun je goed vooruitkijken. Nou, gelet op al jouw inzet daarvoor hebben wij de ultieme waardering van de gemeente. En dat betekent dat jij, zo heeft het college van BMW besloten, dat jouw de zilveren legpenning van de gemeente Oosterwijk, dus ook een beetje Moergestel, is toegekend. En ik vind het een eer om die aan jou te mogen uitreiken. Niet alleen uitreiken, maar ook wat daarbij hoort te mogen opspelden. Zodat je het ook kunt dragen
dat mag ik jou opspelden. Kunnen we daarmee leven? Ja, daar kan ik wel mee leven. Goed zo. Ik vind het heel mooi. Ja. Dus mag dat zo? Ja, als ik maar zo wil. Misschien dat ik door jou heen prik, maar dat... Zullen we wel eens even kijken. Even een momentje. Ja, dat is moeilijk. Dat doen we straks even goed. Maar kijk, er is het ereteken op jouw borst en een zilveren legpenning. Dankjewel. Ad, onze gids door de historie van het schoenmakersvak in Moergestel, is een groot pleitbezorger van deze tak van industrie. Vandaar zijn bovenmatige interesse? Nou, interesse ligt daar. Vroeger bij mijn ouders, want mijn vader was schoenmaker, mijn moeder was schoenstekster geweest. Heel de familie zat in de schoenen gebeuren. En ik wist eigenlijk ook niet beters. En natuurlijk ook de buren waren schoenmaker. Het was een en al schoenmaker bij ons in de buurt. En mijn interesse is altijd, die is eigenlijk gekomen doordat ik onderdelen heb gekregen van mijn vader toen hij is overleden. Die heb ik bewaard. Ook van mijn grootvader had ik al spullen. Dat een van de laatste handwerkers was uit Moergestel. Die heb ik al bewaard, die spullen, om het voor het nageslacht te bewaren. Dat, ja, van ons dorp. Ik wil best langskomen om dat uit te leggen. Maar in ieder geval, wij hebben natuurlijk in de gemeente 4 kernen. Dat vinden we belangrijk om uit te drukken. Nee, ja. En ik denk dat Hans van Brunschot het ook wel ooit heeft opgezocht. Ik ben zelf Hans. Ja. Alleen voor de hele grote Ad. Maar van harte proficiat. Ik heb er in nog één. Ik heb er in nog één liggen. Die moet naar het museum in, hier in Stoommachine. Het blijft een historisch. Nee, een 53. Hoi, blijf iedereen verrassen. Aan de bedrijfsbrand weer aangeboden. 1953, zo. Ja, die moet daar in het WT in de kas komen. Gemeentebestuur van Oostenrijk. Dat is ook een mooie, hè? Ja. Ja. Maar goed, er horen bloemen bij. Die heb ik ook meegenomen. Maar er is een kleine meid en die gaat de bloemen aanbieden. Twee, drie, vier, vijf. Voorzichtig. Ik ben daar ook mee. Ja, daar ben ik blij mee. Oh. Dank je wel. Geef opa maar een dikke knuffel. Dan kan je heel goed bij. Goed zo. En dan Koen. En Koen, kom maar. Nog meer. Oh. Nog meer. Ja. Koen. Ja, misschien de bloemen echt. Jij moet nou zeggen, als opa het niet kan geloven, dan moet hij het nog maar even lezen. Dat is de oorkonde die erbij hoort. Wil je dat zeggen? De oorkonde. Ja. Weer een woord gedeeld. Ja. Kijk maar hoe je dat doet. Nou. De oorkonde. Opa. Nou, leuk. En daar staat alles op. Applaus. Ja, goed. Dankjewel. Ik ben er van ons gebogen. Nou, dat mag. En de waardering is voor mij het grootste en belangrijkste van alles. Nou, bij deze. De hoogste waardering, hè? Dank u wel. Goed. De immense verzameling van papa. Hebben jullie al enig idee wat er uiteindelijk in de toekomst mee zal gaan gebeuren? De verzameling van papa die is immens. Er zijn heel veel foto's, er zijn producten, er zijn machines, er is echt heel veel. Daar hebben we jaren geleden al een stichting voor opgericht. Die zal voortgaan en die zal zo blijven. Dus die spullen zullen zeker voor in de toekomst bewaard zijn. Volgens mij was papa redelijk onder de indruk. Heb jij een idee wat dit nou precies met hem doet? Volgens mij is dit voor mijn vader
iets wat hem heel erg raakt, wat hem heel erg, de waardering die nu gegeven is door de burgemeester en door de gemeenschap van Oosterwijk en Moergestel, is heel erg groot voor hem. En dat maakt ook dat hij heel erg gelukkig nu, ondanks dat hij in een nare situatie zit, en heel erg gelukkig in zijn stoel zit. Volgens mij is dit ook wat wij met z'n allen mee moeten nemen voor in de toekomst. En hoe wij verder moeten gaan, is dit moment ons herinneren waar papa altijd voor heeft gewerkt, waar hij altijd heel veel voor heeft gedaan, dat we dat in stand kunnen houden. En dat mijn zus en mijn moeder en ik samen die stichting groot kunnen houden. En dat we zo dus alle spullen die hij in de jaren heeft verzameld, dat we die kunnen behouden voor in de toekomst.